Die gebruik ik niet meer. Ik gebruik alleen maar zegelwas. Dus pas als ik in het voorjaar voor het eerst ontzegeld heb, dan heb ik weer een nieuwe was die ik voor kunstvaart gebruik. De ramen uit de kast gebruik ik alleen maar voor kaasenwas. Die worden ook gefilterd op dezelfde manier, zodat we ook zuiver was hebben. Kun je er even in kijken? Kijk, je ziet het is nu een beetje troebel, het is net een beetje theebruinig geworden. Dat is eigenlijk door het water wat je hebt toegevoegd. Dat zal dan straks weer helemaal mooi helder worden als het water naar beneden zakt en de troep dan met zich meeneemt. Daarvoor gebruiken we ook die oxaalzuur, omdat het nog beter de troep aan zich hecht. Als een soort shape de troep aan zich hecht en mee naar beneden gaat. De oxaalzuur lost niet op in was, dus straks in de was zit daar nul oxaalzuur meer in. Nou, nu maar weer wachten. Het is een geduldig zaakje. Zo ziet dat blokwax er dan uit. Was er dan uit als die uit de emmer komt. Dat is een aardig pakket. En zoals je ziet is die eigenlijk al heel schoon. Want ook naar beneden toe zie je weinig verkleuring. En onderop zie je dan de viezigheid die tegen het water, die opgelost was in het water en dan tegen dat wasblok aansmelt. En dat krabben we dan af. Iets dichterbij. Krabben we er dan af. Meestal doe ik het eerst eventjes zo. Dit is alles wat los zit. Dan zie je eigenlijk dat het eerste laagje was vies is. Dat willen we dan ook kwijt. Ja, want je ziet dat dit echt een andere kleur heeft dan dit. En dat doen we dan door het wasblok even te verwarmen. Met een föhn. Voordat ik de föhn aandoe, met een föhn. Maak hem een beetje warm, dat het de bovenkant zacht wordt. Dan kun je het eigenlijk heel makkelijk afschrapen, zodat je de mooie lichte kleur ziet. Het wordt altijd wat bruiner, zeker dat je alles hebt.
Goedemiddag.